Het hele mooie stukje Loppersum waar nu deze huizen en het station staan, was tot eind 19e eeuw alleen maar weiland. Er stond helemaal niets. Pas toen in 1884 de spoorlijn tussen Groningen en Delfzijl werd aangelegd, hebben ze midden in het weiland het station gebouwd. En toen moest er natuurlijk ook een weg komen. Dat is deze weg, heet nu de Stationslaan. En het heette vroeger heel toepasselijk de Stationsopweg. En kort daarna werd er nog iets gebouwd. En aan het eind van de Stationslaan staat Hotel Spoorzicht, dat als een van de eerste gebouwen in 1887 verrees, recht tegenover het station. En dit gebouw is het onderwerp van deze aflevering van De Onderste Steen. Ingrid Vermulst, jij bent de huidige eigenaar van het hotel. Ja. Hoe lang zit je hier al? Ik zit hier nu 8 jaar in februari. En hoe ben je hier terechtgekomen? Ik werkte in een hotel in de stad. En mijn baas die was bezig met een nieuw hotel tegenover het casino. Daar was ik bij betrokken en we bezochten veel hotels. En hij kocht hier en daar wat panden en had op een gegeven moment een hotel in Amsterdam. En zei, nou, dat koop ik niet. Dat is niks. Ik zeg, nou, wat voor hotel is het? Misschien is het wel wat voor mij. Nou, wil jij een hotel dan? Ik zeg, nou ja, waarom niet? Nou, ga maar eens in Loppersum kijken, zei hij toen. En toen ben ik hier s'avonds met mijn moeder een kopje koffie gaan drinken. En van het een kwam het ander. Ingrid Vermulst is de huidige eigenaar van Spoorzicht. Maar er zijn haar al vele voorgegaan. Het hotel staat er tenslotte ook al bijna 120 jaar. In die tijd is er veel veranderd. En toch ook weer niet. We hebben het interieur, zoals je ziet, hier wat aangepast. De antieke tafels die hier al stonden, die hebben we eigenlijk zichtbaar gemaakt. De gordijnen wat openen. Het behang en de kleurenstelling van de balken en de kozijnen en zo, dat was al zo. Dat is heel authentiek. Dat is authentiek, ja. Ja. Of dat, ik denk dat het een oud-Groningse kleuren zijn dit. Ja. En zo is dat glas en zo, dat is allemaal gebleven? Dat is allemaal gebleven. Glas in de deuren hier, schuifbaar. Ja. Prachtige zaal. En later kwamen we toevallig deze stoelen tegen. Die passen er ook aardig goed bij. En hoe zien jullie kamers eruit? Zal ik eventjes laten zien? Ja. Dit is nog een klein vergaderkamertje. Hier hebben we ook wel eens het ontbijt. Hiervoor was dit garderobe en heel vroeger is hier een hotelkamer geweest. Vroeger waren de hotelkamers beneden en was de zaal boven en nu is dat andersom. Wat was dat dan voor zaal boven? Een feestzaal. Oh, echt een feestzaal? Ja. De architect van Hotel Spoorzicht is Oetste Leeuw Wieland. Sterker nog, Oetste Leeuw Wieland heeft het hotel voor zichzelf gebouwd. En hoe dit allemaal zit is na te lezen in dit boek. Dat is eind vorig jaar verschenen. En een van de schrijvers is Rijnd Middel. En die zit hier naast me. Rijnd, heb je heel veel kunnen terugvinden? Bijvoorbeeld bouwtekeningen van het hotel? Helemaal niks. Helemaal niks? Nee, daar is ook niets van. Want in die tijd hoefden we nog geen bouwtekeningen te leveren bij de gemeente. Aha. Pas in 1901 is dat gekomen met in de bouwwet. Dus daarvoor was er niks. Wie was nu die Oetste Leeuw Wieland? We weten dat hij afkomstig is uit het Friese Ureterp en timmerman was. Hij trouwde met de dochter van een logementhouder. Ze woonden enige tijd in Westerwijtwerd, waar ze een timmerwerkplaats hadden, maar ook een herberg. In 1872 komen ze naar Loppersum. En dan noemt Oet zich ook architect. En heeft hij logement gemeentehuis gekocht. Dat is het huidige Lapse Kroon. Dat bestaat dus nog? Dat bestaat nog steeds. Er staat in de Lagerstraat hier in Loppersum. Oetste Leeuw Wieland was dus timmerman en architect. En dat was iets wat in die tijd vrij veel voorkwam. Iemand die daar heel veel over weet is Rijnd Wobbes, mede-auteur van het boek over Oets.
Rijnt, hoe zat dat dan precies? Het beroep van architect dat is vrij laat tot stand gekomen. Over het algemeen werden de huizen ten plattelanden werden ontworpen door een aannemer timmerman. Maar zo rond Napoleon, dan krijg je ook een opleiding voor de bouwkunst. En dan gaan die mensen zich ook architect noemen. Nou, en hier op het platteland begint dat zo langzamerhand in de loop van de 19e eeuw. Gaan mensen die gaan zich afficheren als architect en ook als aannemer. En op een gegeven moment gaat het los van elkaar. En dat is ook wel logisch natuurlijk, want als je aannemer bent en je bent ook architect. En ja, dan doe je ook aan concurrentievervalsing. Als jij een huis ontwerpt en er moet ook aanbesteed worden, dan is het natuurlijk vreemd als een concurrent aannemer dat die het huis heeft ontworpen enzovoort. Je kunt je wel voorstellen dat die beroepen los van elkaar komen. Ja. Wellicht kregen ze het ook te druk. Maar er komt natuurlijk nog iets bij. Dat je, in vroeger tijd kon je natuurlijk heel vaak niet van één beroep leven. Heel veel mensen hadden meer beroepen. Ik ken ook een architect in Middelstum, dat was Tilbusser. Die hebben net zoveel gebouwd als Oes de Leeuw Wieland hier. Die man was in eerste instantie huisslachter, huisslager en architect. Dat is een mooie combinatie. Ja, ja, maar deze Oets, heeft hij veel gebouwd? Die heeft zo tegen de 200 panden hier gebouwd. Onvoorstelbaar. En een van zijn meest indrukwekkende dingen die iedereen wel kent, is die prachtige toren van het Huizenmeer. Maar hij deed dus veel, maar was hij nou ook echt een beroemd iemand? Nou, beroemd. Hij was in Loppersum en omstreken was hij bekend natuurlijk. Ja. Het was een plaatselijk gebeuren. Vergeet ook niet dat het een heel gedoe was om op een andere plek te komen. Er is een heel mooi voorbeeld van als ze die toren van het Huizenmeer, als die ontworpen moet worden, dan maakt hij een model. En dan gaat hij met het model, met zijn medewerker, gaat hij naar het huizen. Ja, hoe deed ze dat? Nou, maar dan moest met de trein, het hele geval moest in de trein, en dan ging je die kant op. Het is ook niet voor niks natuurlijk dat hij een bepaalde concentratie heeft rond Loppersum. Want een dorp verderop, wat nu niks is, daar rij je 5 minuten naartoe. En inmiddels dan zat weer een ander architect. Dat was Tilbus en die maakte daar alles. En in Bedum zat weer een andere. Je was natuurlijk veel meer plaatsgebonden vroeger, hè? Dus dit is de Lopse Kroon, vroeger logement het gemeentehuis. En hier begon de carrière van Oets de Leeuw Wieland in Loppersum. Ja, dit heeft hij toen gekocht. Dit heeft hij gekocht? Ja. Laten we gewoon naar binnen gaan. Inderdaad. Ja. Het is natuurlijk niet voor niets dat het logement het gemeentehuis heette. Het was de plek waar het gemeentebestuur bijeenkwam. Goed, toen had hij dus dit logement. Ja. Hoe kwam hij toen aan spoorzicht? Het gemeentebestuur, dat was hier gevestigd. Hier op deze plek? Op deze plek. Ja. Ik denk dat ze samen aan tafel hebben gezeten, hier de burgemeester en Oets de Leeuw Wieland. En dat ze toen op het idee kwamen om een café te zetten dicht bij het spoor. Dat was de gewoonte in deze buurt. En er was een prachthuisje, daar konden ze wel krijgen. Dus ze hebben daar een arbeidershuisje gekocht, net tegenover het station. De burgemeester heeft dat betaald. En Oets moest er afbreken en een nieuw logement bouwen. Kostte 15.000 gulden. Had Oets niet, maar de burgemeester wel. Dus de burgemeester die heeft aan hem een hypotheek verstrekt. Aan zijn vrouw overigens, voor 15.000 gulden. En toen konden ze gaan bouwen. Misschien hebben ze dus alles wel bekokstoofd aan deze tafel. Ik denk van wel, want ja, je moet niet rekenen dat ze grote raadzalen hadden en zo. Er was een burgemeester met een ambtenaar en secretaris, meer niet. Dit is een van onze kamers boven. Ze zijn allemaal verschillend ingericht. En met wat oude meubilairstukken hebben we dat een beetje bij de sfeer van het hotel proberen te doen. De kamer met balkon. Ja, kijk maar hier eventjes. Kijk, het station. Ja. Oude stationslaan. Prachtig als je hier staat. Gewoon, hup, het station. Het uitzicht vanaf het balkon van zijn logement moet Oets de Leeuw Wieland toch een gevoel van trots hebben gegeven. Hij ontwierp namelijk niet alleen spoorzicht, maar nog eens 4 huizen aan een stationslaan, recht tegenover het hotel. In een stijl die wel het eclecticisme wordt genoemd.
Zo rond 1900 krijg je neoclassicisme. Dan is Napoleon met zijn leger naar Egypte geweest. En dan krijg je voor de derde keer in onze cultuur... krijg je dus weer belangstelling voor de klassieke oudheid. Dat gebeurt in de renaissance en in de tijd van het Hollands klassicisme in de 17e eeuw. Kijk maar naar het Paleis op de Dam. En dan gebeurt het rond 1800 weer, naar aanleiding van het feit dat ze daar geweest zijn. En dan krijg je neoclassicisme. En het neoclassicisme gaat zo rond 1850, gaat zich dat... Dan blijft de grondvorm blijft wel neoclassicistisch, maar dan heeft men ook weer veel meer verstand gekregen van de oude culturen, oude bouwvormen. En dan gaan ze allerlei elementjes lenen uit de renaissance en al die stijlen uit de Lodewijk-stijlen die voor die tijd... En die passen ze toe in dat klassicisme. En dan krijg je dit soort toestanden met wenkbrauwen daar en sluitsteentjes. En, nou, een architect had een catalogus en die moest consoles en al dat soort dingen, die kon hij gewoon kopen. Die kon hij uit een catalogus uitkiezen en die paste die toe. En ik kon tegen zijn klanten zeggen, vind dit leuk? Ja, vind ik leuk. Nou, dan kwam dat eraan. En zo krijg je al die toestanden aan die huizen. Zoals die consoles en al dat spul, dat kon je kopen. Ja. En wat er boven op dak staat, zo'n pinakel, die kon je gewoon kalm en klaar kopen. En dat maakt ook dat het eclecticisme zo levendig is. En dat ieder huis soms zijn eigen versiering heeft. En je kon het gewoon kalm en klaar krijgen. Dus dat eclecticisme, dat is eigenlijk gewoon mix? Ja, mix. Eclecticisme betekent letterlijk kiezen uit. Dus je kiest uit allerlei andere voorgaande bouwstijlen. Kies je gewoon elementen, die pas je toe. Ja, meestal op de grondvorm van het klassicisme. Ja. En dan krijg je zo'n gebouw vertegenwoordigt eigenlijk een hele bouwgeschiedenis. Dat kijkt terug naar andere stijlen die voorbij zijn. Ja. Opvallend aan Spoorzicht is het portaal van de entree. De schilderingen zijn van de hand van A. van der Laan en pas in 1908 aangebracht. Op een oude foto is ook duidelijk te zien dat het middenstuk er pas later is tussengezet. Ja, dit is van een latere periode, dus van na 1900. En dan zie je dat mooie zaagwerk. Hè? Dat doet een beetje chalet-achtig aan. Chaletstijl noemen ze dat dan. En daarboven, dat gietijzeren hek, ja, daar zitten jugendstil-elementen in. Die plantaardige vormen, ranken met bladen en bloemen. Het is een vreselijk leuk gebouw, maar het is een vrij sober bedrijfsgebouw. Het is natuurlijk ook niet goed als je een kroeg hebt, dat je dan al te weelderig gaat doen, want je moet klanten hebben. Hè? Ja, dat is nooit goed. Als je zaken doet, moet je ook niet een te grote auto hebben. Dan denk ik, die vent heeft al genoeg. Ah, dan is dit de grote zaal. Ja. Dit is vroeger de doorrit geweest. Hier werden de paarden verzorgd en de koetsen gestald. En doorrit wil zeggen dat er een soort doorgang was. Daar kwam men via een ingang naar binnen. Ja. En dan uiteindelijk gingen ze hier er weer uit. En dan was dit zeg maar overdekt? Dit was overdekt, dus dan konden mensen lekker droog uitstappen? Ja. En als ze dan ze gingen daarna met de trein verder reizen. En de paarden werden hier dan verzorgd. En als ze weer terugkwamen, kon ze een paardje meenemen. Er is hier vast van alles en nog wat gebeurd. Heb je nog wat leuke verhalen kunnen vinden? Ja, in de krant staan toch wel een paar aardige dingen. Ik vond bijvoorbeeld dat in 1899 op een vrijdagavond met de laatste trein een 20-tal veulens binnenkwamen. Die hebben ze hier gestald. En de volgende morgen kwamen twee mannen, elk met een oud paard. En ze dachten, nou, die moeten we even wegbrengen, die veulens. Ze lopen wel achter die oude paarden aan. Maar het waren nu eenmaal rare veulens, want ze vlogen alle kanten op. Er zijn er drie in een sloot beland. En er zijn een stuk of drie, vier, vijf misschien wel door de hoofdstraat gehold. En nu was daar een vrouw bezig om de straat te schrobben. En die werd daar getorpedeerd. Daar zijn ze boven overeengekomen. Zelfs de dokter is er nog aan de pas gekomen. Maar nadat het zich laat aanzien, zegt de correspondent, is het vrij goed afgelopen. Met die mevrouw? Met die mevrouw. En met die paarden? Maar zijn die... weet ik niks van. Nee? Helaas niet. Dat staat niet in de krant. Een gebouw met een historie van 120 jaar kent vele verhalen. Zo was daar de lezing van Wilhelmina Drucker in 1891. Zij was een van de eerste feministes en later is de Dolomina-beweging naar haar genoemd. En in 1904 was er een openluchtmeeting in de tuin, georganiseerd door de SDAP. Volgens de kranten waren er maar liefst 400 mensen op afgekomen. De koninklijke familie is hier heel vaak op bezoek geweest. Dat kun je zien onder andere aan dit schilderij,
van ene meneer de Boer uit 1929. Hier zie je dat koningin Wilhelmina op bezoek komt in Loppersum. Koningin Juliana is hier geweest en in 1990 koningin Beatrix. En daar weet jij heel veel van, Rijnd, want jij was erbij. Ik was erbij, ja. De gemeentelijke herindeling was net geweest. Toen waren vier gemeenten bij elkaar gevoegd. Zandt, Stedum, Middelstum en Loppersum. En een van de allereerste gebeurtenissen in datzelfde jaar 1990 was dat Beatrix op bezoek kwam. Ik geloof dat toen net begon dat ze ieder jaar naar een plek ging. En maar toen heeft ze 's morgens heeft ze Loppersum bezocht en 's middags heeft ze Haren bezocht. Ja, maar waarom was je erbij? Wat moest jij doen? Ik heb commentaar gegeven en als er even niks gebeurde, dan cirkelde hier een vliegtuig of een helikopter boven. En ik kreeg allerlei prachtige beelden van panden en van landschappen. En ik heb ze wat over de geschiedenis van het gebied en zo verteld. Dat was voor de televisie? Ja. Aha. Ja. En dat werd hier uitgezonden. Ik weet niet meer waar. Ik geloof hier ergens boven op een kamertje. Maar ik heb de hele morgen in het kamertje gezeten met een meneer. Ik geloof dat hij met Maartje van Wegen getrouwd was. En nou ja, zo ging dat steeds. Hij vertelde als de koningin iets deed. En als ze niks deed, vertelde ik iets. Zo ging dat. Maar je hebt de koningin niet gezien? Ja, zeker. Steeds. Via beeld. Ja, via beeld. Ja. Ja. Oets de Leeuw Wieland verkocht in 1905 Hotel Spoorzicht om het rustiger aan te gaan doen. Maar Hotel Spoorzicht bleef bestaan, tot op de dag van vandaag. Dit is de Oets de Leeuw Wielandzaal in het nieuwe gedeelte. Heel erg mooi. Dus je houdt hier die eerste eigenaar nog een beetje in ere? Ja. Ja. En wat helemaal bizar is, is dat je op dezelfde dag jarig bent als die Oets de Leeuw Wieland. Dat klopt, 22 juni. Hoe is het mogelijk? En hoe is het uiteindelijk met Oets de Leeuw Wieland afgelopen? In 1919 is hij plotseling overleden. Er was nog een huis in aanbouw, maar hij wou nog een keer verhuizen. Maar de Spaanse griep, zeer berucht uit die tijd, heeft hem geveld in een dag later zijn vrouw. Tot zover Hotel Spoorzicht in Loppersum. Volgende week een ander gebouw met andere verhalen. Tot dan, dag!